aan de politie opleggen, bijvoorbeeld vanuit het Openbaar Ministerie, worden natuurlijk eisen gesteld aan de wijze waarop de politie haar... Ik neem aan dat het voorbeelden zijn in de goede zin. En ik gaf u al aan dat zij dat niet gemeten hebben, maar dat het een kwalitatief oordeel is. De administratieve lasten, dat is... Ja, het CDA wil een representatief onderzoek. Ik ga er helemaal van uit dat waar het geld in de begroting zit. Willen laten ontstaan dat je in de wijken geen wijkagenten tegenkomt, dat is natuurlijk niet waar. Daarvan zijn er in 2008 118 gerealiseerd. Dus iets minder dan de 150. De vraag was, wijkagenten spelen daar zeker een rol in, maar niet de allesbepalende rol.